heb het genoegen. Ik ben Ingmar. Ingmar? Ingmar. Ingmar. En jij? Daisy Jane. Daisy Jane. Ingmar en Daisy Jane. En waar kennen jullie elkaar van? Ik heb er ontmoet op Facebook eigenlijk. Facebook? Okay, ja. Cool. Ja. Je zag een foto en die likte je meteen? Nee, want er stond met de broer op de foto en ik dacht eigenlijk dat het een vriend was. Maar hoe is het uiteindelijk dan bij jou toen? Wat heb je dan gedaan om uiteindelijk achter te komen dat het niet haar broer was? Ja, soms moet je ballen hebben en gewoon een berichtje sturen. Dus jij... Nee! Nee, niet klappen! Want toen jij een bericht stuurde, dacht je nog dat ze een vriend had. Wat? Zie je? Dat is kakkenpot. Zie je? Jullie witte mannen doen het ook. Oké, wij spelen Alles kan kapot. Je kent het spel. Jij krijgt een koptelefoon op. Ik ga jou wederhelft een aantal vragen stellen. Daarna koptelefoon af. En dan ga ik ook jouw vragen stellen. Gaan we kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Je bent er klaar voor, Ingmar? Zeker. Alsjeblieft. Doe maar lekker op je hoofd. Oké. We gaan beginnen met jou. Wat is een reden voor jou, Daisy, Jane, om het uit te maken? Wat moet hij doen dat jij denkt, en nou is het klaar? Ja, ik denk wel met iemand al contact zoeken. Wow. Oké, dus gewoon contact zoeken. Gewoon. Ja, dan is het dus zo, gewoon, dus... gaat hij al over de scheef. Echt waar? Ja. Dus als hij al kijkt naar andere vrouwen, is het al is klaar? Ja, wel een beetje. Je bent een beetje jaloers type? Nee. Alleen een beetje knettergek, maar voor de rest helemaal niks. Oké, gewoon al meteen al. Wat is de gekste plek waar jullie het ooit gedaan hebben? In de auto. In de auto. Maar waren jullie toen aan het rijden? Nee, we stonden wel stil. Stonden wel stil. Oké, stonden stil. Maar mag ik ook nog weten waar? Want ik dan, is het een parkeer? Is het bij jullie in de straat? Of waar? Nee, was op een parkeerplaats. Zeer het. Kinky witte boy, hoor. Kinky, hoor. Oké, dit is een pittige. Hoe vaak doen jullie het per maand? Ja, dat verschilt. Ja. Ik wil de laagste aantal. Nee, eerlijk. Hoe vaak doen jullie het per maand? Wat is gemiddeld? Vijf keer misschien. Vijf keer. Oké. Per. Gaat niet zo. Hier een boy. Per maand. Maar hoe vaak dacht jij, bro? Sowieso 30. Broertje, ben je een konijn of zo? Ja. En wie is jouw vriendin? Ze is thuis aan het rusten. Ze kan niet meer lopen. Daarom. Je moet normaal doen. Oké. Yes, bro. Oké, dan. Was het een lekkere liedje? Echte Rotterdammer. Oké, bro. Wat is volgens haar een reden om het uit te maken? Dat ik vreemd ga. Dat je vreemd gaat? Ja. En voor de rest mag je gewoon... Ja, die lacht. Ja. Er zijn dingetjes, maar... Wat voor dingetjes? Nee, dat is wel de hoofdreden, denk ik. Nee, maar dat is het niet. Er is iets anders. Er is iets anders wat jij hebt gedaan met iemand anders. Maar dat zij niet tegen kan. Dat zou ik niet weten. Contacten of iets? Ja, contact zoeken met anderen. Precies! Heel goed! Contact zoeken. Is hij een beetje jaloers? Oké, we gaan door. Wat is de gekste plek waar jullie het ooit gedaan hebben? Daar zijn er niet zo heel veel van. Oh, jawel. Ik heb hier een antwoord. Je hebt druk op Facebook. Was maar waar, maar... Waar is de gekste plek waar jullie het ooit gedaan hebben? Of was het niet met hem? Want ik heb een antwoord hier, hè? Dat geloof ik, ja. Ja. Als ik zeg... auto. Weet je nog waar? Ja, zeker. Ja, parkeerplek. Ja, leek wel gisteren. Maar dat was geen gisteren. Dat was geen gisteren. Nee. Moet ik ook nog een plaats even? Ja, wil graag. Details weten? Ik wil weten waar ik volgende keer moet parkeren. Ja, op de binnenbaan. Van Hoogvliet.
Ik denk dat het heel druk gaat worden bij Hoflied. Oké, dan komt ie. Hoe vaak doen jullie het per maand? 5 keer. Heb jij zo'n stembiljet? Ja. Bij je... Wauw, heel erg goed gedaan. Jullie krijgen van mij een prijs. De officiële Alles Kan Kapot Dino Romantische Prijs, alsjeblieft. Ik geef het even aan jou. Haar vorige vlog was razend populair.